De mensen die halen de kalven bij de boer op, de kooplui. Brengen ze hier voor die deur, lossen ze. Dan sluiten ze een beetje op en dan gaan we ze wegen. Eerst doen we scannen en daar staat een code op. En die code die wordt in de computer geladen en de computer communiceert met de RVO. En dan kunnen we zien hoe de boer hem geregistreerd heeft. Dan kijken we als daar een foutje zit, dan proberen we dat te herstellen. Dan gaan we zelf zien hoeveel weegt het kalf. Is het een blauwe, is het een rode, is het een zwarte, is vrouwelijk, is mannelijk. En dan proberen we daar een waarde aan te hechten. En ik probeer de kalven natuurlijk een beetje in mijn hoofd te houden. Dat lijkt je misschien gek, maar dat lukt nog. Een heel aantal kalven, als er iets mee is of zo, dat hou je wel op. En later een koopman zegt van, hey, wat was dat? Weet ik er nog een verhaaltje mee te maken met de aantekeningen die ik daar heb natuurlijk op de computer. En dan, als er dan ergens iets een verschil van mening is, dan kunnen we daarover hebben. En dat is ook het leukste van de handel natuurlijk. En ja, ik vind alle kippen lijken op elkaar, alle schapen lijken op elkaar. Maar er is geen kalf die op elkaar lijkt. Dus, maar dat zal wel aan mij liggen. Dan hebben ze dus in het systeem gebracht. Zitten ze ook bij ons in de bedrijfscomputer. Als we de kalven gewogen hebben en geclassificeerd en ik er een idee bij heb ongeveer wat die waard is, dan laten we die kalver hier in de gang en dan sorteren we ze uit. Ik kan aan de kleuren zien wat voor gewicht als de dieren hebben. Dat is vooral bij de zwartbonten belangrijk, hè? Want de zwaardere kalven gaan naar de rosé. En de tussenslag en de lichtere kalver, die gaan meestal voor het wit vlees. Die zijn ook iets lichter als ze weer afgeleverd worden bij de slacht. En die zwaardere kalver, die moet heel veel ruwvoer verstouwen. Dus dan moet je ook een beetje een kalver hebben met inhoud. Wij zijn bezig om kalver te verwaren. En dat zijn meestal stieren. En dat is een restproduct van de melkveehouderij. En ja, als je vakt, dan heb je dus 50% stieren. En 50% vazen. De vazen worden gebruikt voor de toekomst. En de stier, ja, daar moet een bestemming voor gezocht worden. En wij hier in Noordwest-Europa, of ook Zuid-Europa, want veel gaat ook naar Italië, daar hebben we dus een weg gevonden voor kalfsvlees. Dus, en het kalf kunnen we tot waarde maken. Want een mannelijk dier is, ja, is in ons productieproces niks waard. In de natuur is hij ook niks waard, want als je een koppeltje hebt van 20 koeien, dan heb je één stier ook wel genoeg. Dus hij zal ook, daar zal hij het altijd moeilijk hebben, want hij is daar ook niks waard. Eigenlijk is, we verbeelden ons wel heel wat, maar onze waarde is toch maar heel, heel beperkt. Teruggaan op de kalveren. Die kalven worden in buitenland, zijn buitenland, daar schieten ze gewoon. De stier is dood. En voeren ze aan de coyotes. Of ze dumpen ze in een massagraf, want ze kunnen er niks mee. Wij hebben hier in de 70e jaren, hadden wij dus altijd, waren er nog kaasmakers die wij hadden. Er waren melkfabrieken die melkpoeier over hadden. En daardoor is de kalvenmesterij hier ontstaan. Als de mens te veel had, dan voerden wij dat aan de kalver op. Ja, zo is het eigenlijk al 10.000 jaar lang. Toen we voor 10.000 jaar, als er dan wat te veel eten was, gaf men dat aan een varken of een hond. Want als het dan een keer slecht werd, dan kon je die hond nog opeten. Zo is eigenlijk. En die gedachtegang, we menen misschien dat het anders is, maar die is nog steeds zo. Veeteelt is altijd nog een bijproduct van de plantaardige voedselproductie. Maar zonder veeteelt gaat het niet. En veeteelt zorgt voor een vruchtbare grond. En veeteelt zorgt voor dat je reserves hebt. Wij kunnen die stierkalver kunnen wij dus laten groeien. En dan wordt het een 6 maand, 8 maand, 12 maand. En dan is hun periode voorbij. Want als je ze langer gaat houden, dan gaat het vlees eraf, ze worden mannelijker, ze beginnen meer
meer te ahoeren. Dus dan gaan ze eigenlijk weer terug. Je hebt ergens een punt dat je zegt van nu is het het beste voor nu zijn ze het nuttigst geweest en nu hebben ze het meeste vlees. Als je dat terugziet in de natuur, als je dan gaat rekenen, dan is eigenlijk die, als je alles gaat afwegen, dan is de gemiddelde leeftijd er blijven twee ouders over, die worden x aantal jaren. En alles wat jonger is, ja, wordt ook geen jaar. Heel veel wordt bij 1 of 2 of 3 maanden verhongeren ze of worden opgegeten. Dus, en als je mensen hoort en die zeggen van, ja, in de natuur is het beter, nou, dan denk ik, dan moet je de levenscyclus van zo'n beestje maar eens even stapje voor stapje gaan afwikkelen en precies zien, gaan kijken en gaan rekenen wat er gebeurt. En dan denk ik dat wij het toch goed met onze dieren voor hebben. Wij proberen, of zoals wij denken, dat we ze moeten produceren en dat ze gelukkig zijn, laten we zo maar zeggen, op mensen, want geluk is natuurlijk ook weer een menselijke maatstaf. Maar we denken dan, zo is het een redelijk dierlijk leven hebben ze. Maar dat neemt een keer, dat is een end. En dat end, ja, dat nemen wij als mens, nemen die beslissing. Maar ja, dat voel ik me niet. Ik vind wel het punt, als ze weggaan, ja, dan zeg je wel, ja jongens, het is gebeurd. Hè? Het is afgelopen. Dat punt, die beslissing nemen we wel, maar ja, als we die dan genomen hebben, ja, dan gaan we toch weer met het volgende bezig. En in die soort discussie moet eigenlijk ook meer ontstaan van mensen die denken, als we dieren niet goed behandelen, we kunnen het erover hebben, hè, en we kunnen de afweging maken, maar je moet ook de positieve dingen zien, door dat je ze houdt, dat er ook een positieve... Ze hebben nog waarde in hun leven, anders hadden ze geen waarde gehad. Ik vraag me af, denken ze over na wat een mannelijk dier, hè, een stier, wat voor nut als die in de natuur heeft. En precies op dierniveau. Dan blijkt dan dat er maar heel weinig enig nut hebben en ander eigenlijk een liederlijk leven gaan leiden. Respect beweegt ons.